U bent mevrouw Andries? Juffrouw Andries. Juffrouw Andries. En uw voornaam is? Nelly. Nelly, en dat is? Rina. Rina Andries. Rina Andries. Wanneer bent u geboren? Vraag je maar af. 1990, min 77. Min 77, 1913. Jawel. Oh ja, en u mevrouw? Oh, juffrouw? 79 zeg ik. Jij bent van 79. Ja, 79. Bent u van 1911, hè? En waar heeft u de meeste tijd gewoond? In Brita. In Brita. Brita. En hoe lang woont u dan in Mara? Nou, ik ben in het jaar 1949 in Mara. Ja. Wat voor school heeft u gezeten? In lagere school. Lagere school. En u ook? Ook, jazelf. En heeft u ook gewerkt? Ja. Waar heeft u gewerkt? Hier in Mara, in Surabaya. Oh, Surabaya was ik. Ja? Wat voor werk heeft u gedaan? Ik weet niet wat ik toen gewerkt heb. En u? Ik heb hier bij Versluis gewerkt. Wat is als dat? Typiste. Typiste? Jawel. Oh ja. En Versluis, dat is een Nederlands bedrijf geweest? Jawel, ja. En wanneer, tot wanneer heeft u daar gewerkt? Nou, wat zal ik zeggen, hoe oud was ik toen? Ja. Ik was oud 35 toen. 35, dus 19... 40 jaar. 40 jaar, oh ja. Dus, zijn overleden. Zijn overleden? Ja. Maar waren dat ook Indo's? Of? Ik moet u wel zeggen, mijn vader is gelijkgesteld. Hij is me naar Tunis, maar hij is gelijkgesteld. Oh ja. En daarom kunnen mijn nichten naar Holland gaan en mijn zusters. Oh ja. Die zijn in Holland? Ja. En uw moeder? Mijn moeder is overleden. Ja. En zij is ook een Maleisische? Nee, een Indonesië. Een Indonesische. Oh ja. Waarom bent u in Indonesië gebleven? Ja, dat is omdat mijn moeder het niet wil hebben. Ze willen hebben dat ik naar Holland, maar ze zegt liever niet. Maar u had liever naar Nederland gewild? Ja. Ja? Graag. Waarom? Omdat mijn familie daar zit. Oh ja, en u? Ook hetzelfde. Hetzelfde, ja. Ja. En u bent ook gebleven vanwege uw moeder? Ja. Oh ja. Maar u kon wel naar Nederland gaan, omdat u een Nederlands paspoort kon krijgen? Paspoort? Ja, dat dan. Nee, we hebben geen paspoort. Maar u had wel een Nederlands staatsburgerschap? Ja. Ja, u was Nederlander, hè? Ja. Mm-hmm. Komt u met het geld van Haarlem, komt u daarmee uit? Ja, wat zal ik zeggen, ja? Met die ziekte van mijn zus. Wij moeten zelf klaarspelen. Hoeveel ontvangt u per maand? 33.000 rupia. 33.000. Rupia. Ja, rupia. En uw zus is ziek geweest? Ja, wat de hele tijd. Wat heeft u gehad? Aan haar longen. Aan haar longen? Ja, maar nu is ze aan de beter. En is ze in het ziekenhuis geweest of niet? Jawel, ja. Laat al onderzoeken door dokter Hanoyo. Oh. Maar ik zal maar zeggen, met Gods hulp heeft hij ons, hij vond ons zo zielig. Jullie hoeven niet te betalen. Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Mooi van hem, van die dokter Hanoyo. Ja. Slaap, eet. Oh, hier eet u. Ja. Heeft u vroeger wat ruimer gewoond, of niet? Jawel. Ja? Ja. Hier in Mala? Ja, in Mala. En hoe komt dat? We moeten ons wat bekrimpen. Hoe komt dat? Oh ja, dat is een heel verhaal. Ze hebben mij helemaal opgelicht. Ja, waarom? Dat ik... 7 hebt u een foto gezien, toch? Ja. Mevrouw van Zwieten. Ja. Die heeft het huis aan ons, aan mij gegeven. Toen hebben ze mij opgelegd. De hom. Wie is dat? Ja, de pemerintah natuurlijk. Een van de
elkaar wist van krimpen. En wat hebben ze nou opgelegd? Ja, een paar gedeelten van dit huis. Hebben ze u opgelegd? Ja. En ik als vrouw zijnde, ik heb geen steun meer, want mijn familie zijn allemaal ver. Ja. Dus we zijn alleen met z'n bij, we worden opgelegd, nou ja, zo ja.